De Russische inlichtingendiensten hebben zich na wat behoorlijke blunders herpakt en komen nu sterker terug. Spionnen en agenten hebben nieuwe manieren gevonden om het Westen te ontwrichten. Daarvoor waarschuwt althans een Engelse denktank. En dan zijn wij hier niet goed voorbereid. We hebben in Nederland een inlichtingenwet die in 2018 is aangenomen, maar nog nooit volledig is ingezet. Want in de wet staat dat de inlichtingendiensten mogen aftappen van het internet, en dat onderdeel heeft de toetsingscommissie nog nooit goedgekeurd. Morgen stemt de Eerste Kamer daar alsnog over. Oud-IVD-topman Rob Bertollet is bij ons, samen met Eerste Kamerlid voor D66 Willemijn Aarts, en ze is ook expert inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Rob Bertollet, ja, die spionnen van nu, zijn die echt zoveel bedreigender geworden voor het Westen? Ja, die spionnen van nu die leren natuurlijk ook. Hè? Dus spionnen en spionage is niet per se iets nieuws. Maar ze leren wel en ze maken gebruik van de modernste technieken. Ja, ze zijn natuurlijk in de afgelopen 2 jaar, na het start van de inval in de Oekraïne, wel ook veel kwijtgeraakt. Ze zijn veel uit het land uitgezet. Sommige geheimagenten zijn ontmaskerd. Ze hebben wel wat moeten incasseren. Ze hebben zeker wat moeten incasseren. Ik geloof dat er in totaal 600 mensen hier uit Europa uitgewezen zijn. Hè? Dus agenten van hun, of spionnen van hun. Maar goed, ik denk dat ze best wel een hoop capaciteit hebben. En dit zijn natuurlijk degenen waarvan we weten dat ze het waren. En ik schat zomaar in dat er nog genoeg rondlopen. Ja, wat zijn eigenlijk de meeste bedreigende methodes van die spionnen nu, de Russische spionnen, als zij ook geleerd hebben? Nou, het is altijd een combinatie van dingen. Dus het is echt van persoon tot persoon. Dus de zogenaamde human intelligence, die blijft nog steeds interessant. Maar wat je vandaag de dag in onze wereld van data en dataverwerking natuurlijk steeds meer ziet, is dat ze op de data willen spioneren. Ja, Willemijn Aarts, hoe zie jij dat? Onderschatten we dat gevaar? Lopen we eigenlijk goed in de pas met de spionageactiviteiten vanuit Rusland en vanuit China? Nou, ik denk dat de diensten dat zeker niet onderschatten, de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten. Maar dat het misschien dat wij soms als Nederland zelf, en soms ook wel als bedrijven of als andere onderdelen van de overheid, of bijvoorbeeld universiteiten, daar soms nog wel naïef in zijn. Ah, en waar zijn we dan? Op welk punt zijn we dan naïef? Technisch? Ja, in cyberaanvallen? Nou, of dat human? Ik denk een beetje in de combinatie. Hè, van ben je interessant? Nou, ik denk Nederland heeft heel veel hoogwaardige technologische industrie. Die is interessant, zowel voor Rusland, maar ook voor China. Rusland staat er natuurlijk onbekend dat ze ook proberen juist een samenleving te ontwrichten. Maar Nederland heeft ook veel internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld de OPCW of het Internationaal Strafhof, wat mogelijk ook onderzoek naar Rusland en Oekraïne gaat doen. Ja. En Rob, denk jij dat de overheid te naïef is geweest? Ja, absoluut. En ik denk dat de diensten daar ook al eerder voor gewaarschuwd hebben. Ik denk dat de overheid naïef is. Ik denk overigens ook dat het Nederlandse publiek naïef is. En daar komt nog bij dat het Nederlandse publiek daarnaast een zekere angst heeft ten opzichte van diensten, overheidsdiensten, die er eigenlijk voor moeten zorgen dat ze veilig blijven. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Spionnen uit onder andere Rusland worden slimmer, gebruiken nieuwe technieken. Zijn wij daarop voorbereid? Die vraag leggen we voor aan oud-IVD-topman Rob Bertollet en Willemijn Aarts, expert inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. Willemijn Aarts, even over die inlichtingenwet. Die is dus al in 2018 aangenomen, maar een belangrijk onderdeel, misschien wel het belangrijkste onderdeel, namelijk het aftappen van de internetkabel, dat mocht niet worden ingezet. Ja, dat is toch wel opmerkelijk als we nu horen hoezeer dat een gevaar is, die cyberaanvallen. Ja, dat is het ook. En dat bleek ook uit de evaluatiecommissie die naar die wet heeft gekeken. Van, we hebben eigenlijk de diensten een bevoegdheid gegeven, maar feitelijk kunnen ze hem niet invoeren. En toen is er dus ook bedacht om aan deze tijdelijke wet te gaan werken, om in ieder geval te zorgen dat dit stukje gerepareerd wordt. En daar wordt dan morgen over gestemd. Er is ook heel veel kritiek op. Die hebben wij hier vaak bij BNR ook besproken. Van ja, dat moet je niet doen, want dan vang je te veel. Dan neem je te veel data mee die eigenlijk niet relevant zijn. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is, hè, dat alle bevoegdheden die we aan diensten geven ook omkleed zijn met de waarborg. Hè, met dat toezicht. Dat er altijd mensen mee kunnen kijken en dat die bevoegdheden alleen worden ingezet wanneer het proportioneel en subsidiair is. Hè, dus wanneer het doel de middelen heiligt en wanneer er geen lichter middel beschikbaar is. Maar ik denk dat toezichtssysteem in Nederland ook zo uitgebreid is. En juist eigenlijk door deze nieuwe wet wordt dat ook nog steeds gerichter ingezet. Er is nu een soort extra fase toegevoegd waarin je dus eerst heel precies gaat kijken wat je nou op dat stukje internet kan zien voordat je dat echt gaat tappen.
Ja, en Rob Bertolet, u was directeur-generaal bij de AIVD van eind 2011 tot eind 2018. In die periode heeft u en uw collega's ook meerdere keren gewaarschuwd voor het spionagegevaar vanuit China en Rusland. Maar als we dan nu kijken van dat we er juist niet zoveel mee te maken hebben, lopen we dan eigenlijk al 6 jaar achter de feiten aan? Ja, ik denk dat we misschien wel langer achter de feiten aanlopen. Ook in uw tijd al? Ook in onze tijd al. Omdat, Russen, Chinezen, ze zijn natuurlijk niet dom. Hè? En die zijn prima in staat om te leren van hun fouten of te leren van onze fouten. Ook dat kan natuurlijk. En dat betekent dat je eigenlijk bij voortduring in een soort bijna een wedloop bezig bent om ervoor te zorgen dat jouw technieken en jouw mogelijkheden om spionage en verspreiding van misinformatie en ontwrichting te voorkomen, dat die beter zijn dan de middelen die, nou, laten we maar even bij de naam noemen, de Russen en de Chinezen inzetten. Maar de wetgever is eigenlijk altijd te laat, toch? Eerst moet er een probleem of een maatschappelijk thema geconstateerd worden en dan pas wordt er nagedacht over een wet. Ja, dat is zeker, als je praat over het gebruik van data, is dat het geval. Dat is niet alleen bij de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Nee, bij alle wetten. Dat is eigenlijk bij alle wetten die te maken hebben met techniek. De techniek gaat zo verschrikkelijk snel en de toepassingsmogelijkheden die ontwikkelen zich zo verschrikkelijk snel dat je bijna altijd te laat bent als wetgever. En dat is heel vervelend als het gaat om de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde. Ja, en dan morgen wordt er gestemd in de Eerste Kamer, Willemijn Aerts, over de inlichtingwet. Nou, ik geloof dat de kans heel groot is dat die wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer. Maar ja, met wat voor gevoel stem je dan? Want dan lopen we misschien meteen opnieuw achter, omdat spionnen altijd een stapje te snel en te ons voor zijn. Ja, en dat blijft natuurlijk, Robert Lee zei dat net ook al, dat blijft altijd lastig met dit soort wetgeving. Gelukkig is er ook een brede wetswijziging al ingezet. Dus die wet op de inlichtingen veiligheidsdienst uit 2017... wordt, nou, ik hoop binnen 2 jaar ook echt vervangen door een nieuwe wet waar we hopelijk dit soort waarborgen weer in kunnen zetten. Maar ja, dat blijft inderdaad het probleem. Kijk, het werd net ook al gezegd, kijk, deze diensten zijn er juist ook om onze in Nederland om onze democratische rechtsorde te beschermen. En daarom zijn die waarborgen en dat toezicht zo ontzettend belangrijk. Maar andere landen, hè, juist onze tegenstanders, kennen dat niet. Die hebben nooit met een wet te maken, nog nooit van toezicht gehoord, hè, burgerrechten beschermen, hoe dan? En dat blijft natuurlijk altijd er zit altijd een spanningsveld op. Ja, het verschil tussen een dictatuur of een autocraat en een democratische samenleving. Absoluut. Ja. Hoe bang is Europa eigenlijk nu op dit moment, hè, 2 jaar na de inval in Oekraïne, voor Rusland bijvoorbeeld? Ik weet niet of we bang moeten zijn. Ik denk dat we er ons van bewust moeten zijn dat Rusland op een andere manier functioneert dan wij en ook andere doelstellingen heeft. En die doelstellingen van Rusland die komen echt in botsing met onze ideeën over nationale veiligheid en democratische rechtsorde. En als ik dat even door mag pakken. Kijk, het is het verschil tussen een dictatuur en een democratie. En af en toe dan zou je omwille van het doortasten zou je zeggen, ja, weet je, een dictatuur is daar wat beter in georganiseerd. Ja, geen inspraak. Maar ik zou het niet willen ruilen natuurlijk. Dus het gaat erom dat de diensten en de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, die zijn er om die democratische rechtsorde en die nationale veiligheid te blijven beschermen. Toch, meneer Bertolet, ik denk dan ook, we hebben het de hele tijd over, ja, die wet moet er komen en we moeten nog meer bevoegdheden krijgen, de inlichtingendiensten. Toch hebben we het hierover, omdat er de afgelopen tijd zoveel spionnen zijn uitgezet. Dus doen we het eigenlijk niet hartstikke goed met wat we hebben. Nee, kijk, wat je weet maar zelden wat je niet weet. Hè? Dus ik zei er net al eventjes, er zijn er 600 in Europa uitgezet. Maar ik maak me er geen enkele illusie over dat er niet nog veel meer rond zou lopen. Maar hoeveel procent is er dan uitgezet? Met uw kennis van zaken? Daar ga ik geen percentages. Wat dat betreft is dat geen wetenschap. Mm-hmm. Maar ik wou er nog iets aan toevoegen. Omdat spionnen is één ding. Ik zei al, human intelligence, dat is iets wat je nodig hebt. Maar het gebruik van data en het inbreken op data in de wetenschap, dat Nederland de best ontwikkelde data-infrastructuur heeft in Europa en dat heel veel van wat er via het internet gaat komt samen in Nederland, dan moet je ervoor zorgen dat de wet die je maakt, ja, dat die in staat is om de diensten te laten werken zoals ze zouden moeten werken. Binnen de randen van de wet, met behoorlijk toezicht, dynamisch toezicht, maar zorg ervoor dat die wet functioneert. En op dit moment functioneert de huidige wet functioneert onvoldoende. Maar als er dan morgen wordt ingestemd met die wet in zijn totaliteit, ook met dat aftappen, voorziet die daar dan wel in? Voor een deel. Zoals Willemijn ook al zei, er komt ook een bredere wetswijziging nog. Hè. Ook dit blijft iets wat je bij voortduring moet evalueren.
En kijken of de middelen die je geeft aan de diensten, of die voldoende en toereikend zijn voor de dreiging die er is. Ja, Willemijn Aerts gaat die misschien wet... ook om, ja? Ja, maar even geen misverstand erover te laten bestaan. Met die wet waar we morgen over gaan stemmen, worden geen nieuwe bevoegdheden geïntroduceerd. Het zijn echt al bevoegdheden die we de wetgever al aan de diensten heeft gegeven, maar die nu feitelijk niet gebruikt kunnen worden. Nee, maar na die stemming morgen kunnen die dan wel gebruikt worden. Stelt jou dat als inlichtingen-expert enigszins gerust? Of ben je daar tevreden mee, blij mee? Ja, dat stelt mij wel gerust dat je dat eindelijk ook kan doen. Hè? Een aantal van onze bondgenoten kan het. Onze tegenstanders kunnen het zeker en doen het al heel lang. Dus ik denk dat dit echt een manco is dat de Nederlandse diensten dat tot nu toe niet konden inzetten. Morgen wordt er gestemd in de Senaat. Dank voor nu, Rob Bertolet en Willemijn Aerts. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.